Het bos van de heerlijkheid Horssen is sinds maandag afgesloten. Er staat een enorm bouwhek en ook is er bij de ingang een briefje te vinden van eigenaar Theo Christiaans. Daarop is te lezen dat het huis Horssen, wat momenteel wordt gerestaureerd, al 3 keer is getroffen door inbraak, diefstal en vernielingen. Op advies van het beveiligingsbedrijf heeft Christiaans de ingang tijdelijk afgesloten, totdat er permanente beveiliging is. Daarna zal het bos weer worden opengesteld voor wandelaars.